Oké, goedemorgen hier en thuis. Allemaal welkom. Het is best mogelijk dat ik zo meteen vergezeld zal worden door een tweetal andere ministers. Van wie het feit dat gisteren de persconferentie na de raadsvergadering, regeringsvergadering, niet is doorgegaan. Zullen ze misschien ook hier zo meteen wat informatie verschaffen. Deze persconferentie is bedoeld eigenlijk om u breedvoerig de gelegenheid te geven om vragen te stellen met betrekking tot recente activiteiten van het ministerie, de gebruikelijke persconferentie. Dus ik dank u voor uw aanwezigheid. Ik heb zelf een aantal onderwerpen. Het gaat ietsje langer zijn qua introductie deze keer, omdat er toch wel vrij veel issues zijn. Ik wilde toch wel de actualiteit van de situatie in het Caribisch gebied bespreken met betrekking tot de orkaan Beryl en de gevolgen daarvan en de acties die ondernomen worden. We wilden ook praten over een aantal zaken die door de Amerikaanse overheid zijn aangegeven met betrekking tot Suriname. De tier 1 categorisering van Suriname wat betreft mensenhandel. Een verbetering van onze positie. De kwestie van wat genoemd werd een situatie waarbij wapenexporten naar Suriname op een zwarte lijst zouden zijn geplaatst. Suriname op een zwarte lijst zou zijn geplaatst. Ik wil dat die informatie verschaffen, want dat is absoluut niet het geval. Uiteraard zullen we praten ook over de bezoeken die zijn geweest naar een aantal meetings, waaronder de vredesummit in de Oekraïne, over de Oekraïne in Zwitserland. En waarom we hebben meegedaan. We hebben een aantal bilaterale ontmoetingen gehad in de context van de OAS Algemene Vergadering, welke recent heeft plaatsgevonden. U weet dat de CARICOM Heads Meeting in Grenada niet is doorgegaan vanwege de uitdagingen met Hurricane Beryl. Er zal ook informatie verschaft worden over onze bijdrage, onze voorbereiding naar onze bijdrage in de Republiek Haiti voor wat betreft de participatie. We hebben ook gezien dat er een artikel is verschenen van een partij, PALU. Ik wist niet meer dat het bestond, maar goed, blijkbaar wel, van tijd tot tijd. En daar wil ik wel ook op reageren. Partij die nauwelijks 2000 stemmen heeft gehaald. Ik dacht dat ze niet meer bestonden. Maar goed, het zij zo. Ik denk dat het wel belangrijk is om daarop te reageren, omdat er meningen worden gevormd in de samenleving die absoluut een verkeerd beeld geven van waarmee we bezig zijn. En ik ben niet de persoon die emotioneel reageert op artikelen. Ik ben geen dorpsgek en nog minder iemand die leugens vertelt. Maar ik ga me daarover niet verder uitlaten. Ik zal substantieel ingaan op de materie en hopen daarmee de samenleving beter te informeren met dit soort zinloze artikelen. Dat zijn de onderwerpen. Als u andere zaken heeft die u wilt bespreken of wil vragen, als ik kan, zal ik ze beantwoorden. Als ik niet kan, dan zeg ik u gewoon eerlijk dat het niet kan. Maar laten we beginnen met de situatie in onze regio. U heeft allemaal gelezen hoe ernstig de situatie is met een orkaan van een categorie 5 dat woedt in het Caribisch gebied. Er is nog niet over. Het is begonnen bij Grenada en een aantal eilanden daaromheen. Het is doorgegaan naar Barbados, een deel van Trinidad en Sint Vincent en de Grenadines zwaar getroffen. En uiteindelijk ook gisteravond Jamaica aangedaan. Het centrale punt, het middelpunt is gelukkig niet volledig aan land gekomen. En nu vindt het zijn weg naar de kust van Mexico. Dus aardig wat ravage aangericht en Haiti en Dominicaanse Republiek en mogelijk ook Cuba zullen mede getroffen worden. Het is de eerste hurricane die zo'n grote of zo'n sterkte heeft in het Caribisch gebied. Voor het eerst eigenlijk, zo vroeg in het seizoen. Er zijn, ik dacht, 21 namen reeds geïdentificeerd voor de hurricanes, voor de orkanen die zullen zijn tot en met december. U begrijpt dat dit een zorgpunt is als voor een half jaar de landen zich moeten voorbereiden op mogelijke orkanen en stormen. Wat dat betekent voor de samenleving.
wij mogen ons gelukkig prijzen dat we die situatie niet hebben. Wij zien wel dat de impact, de gevolgen van orkanen meer en meer zuidelijker komt. Voorheen was Barbados een beetje bespaard. Nu zien we ook dat de buitenste banden, de uiterste banden van zo'n orkaan, ook richting Suriname komen vanwege... Vandaar de stormen hier, maar ook de regenval. Wij moeten ons voorbereiden daarop en beseffen dat wij in een gelukkige omstandigheid zijn. Want als u de ravages ziet op de Caribische eilanden, en ik heb persoonlijk sinds eergisteren frequent contact met collega's, vanmorgen nog met Jamaica, waar enorm veel schade is aangericht. Aan bestaansbronnen, maar ook aan zeg maar vernietiging van huizen en dergelijke, dan is dat een heel ernstige zaak. Een groot deel van je bruto nationaal product wordt weggevaagd door één storm, door één orkaan. En dat moet je weer heropbouwen. Dat kost veel. En dat is iets dat we echt goed moeten beseffen. We hebben het niet hier. En we moeten blij zijn ermee. Maar we moeten wel die solidariteit tonen met onze broeders en zusters in het Caribisch gebied. En dat is ook besproken in de regering gisteren en eergisteren met president Santokhi. Er is een speciale ontmoeting geweest eergisteren met de staatshoofden om de eerste impact te bespreken. Het systeem van coördinatie om die solidariteit in de vorm van financiële bijdragen, maar ook in termen van goederen, te organiseren. Dat vindt nu plaats. Onze NCCR is het coördinatiepunt. Ik ben blij dat ik in Suriname zie dat verschillende bedrijven uit eigen beweging reeds begonnen zijn middelen beschikbaar te stellen als bloem en groenten, maar ook vlees, kippenvlees, rijst, water. De regering zal ook een bijdrage doen, of het nou een financiële bijdrage wordt of een combinatie van financieel en materieel, dat moet nog even worden bezien, omdat we natuurlijk ervoor moeten zorgen dat de goederen zo snel mogelijk ter bestemming komen. Maar de nood is onmiddellijk. Het gaat ook om materiaal om huizen weer te bedekken, want een heleboel van die huizen hebben hun plafond, hun dak verloren. Dus met waterschade en alles. Daar wordt naar gekeken. Alle landen gaan een bijdrage leveren, dus ik wil ook nadrukkelijk zeggen dat Suriname niet alleen solidariteit betuigt, maar nadrukkelijk ook zal meehelpen om een beetje, een klein beetje, die nood te verzachten. Dat is ten aanzien van de CARICOM-situatie. Helaas, dit zal niet de eerste zijn, ook niet de laatste. De eerste was een storm bij een storm gebleven, dit is een orkaan geworden. We gaan in de komende paar maanden veel van dit soort dingen hebben. Het zal zijn impact ook in Suriname hebben. Ten aanzien van de CARICOM Heads Meeting in Grenada, dat is uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer dat zal plaatsvinden, maar ik verwacht wel in een week of 3-4, wanneer de situatie redelijk onder controle is in de landen, dat die wel zal plaatsvinden. Met betrekking tot Haiti, de Keniaanse missie onder leiding van een aantal partners, waaronder Canada, US en ook het Caribisch gebied, onder coördinatie van Jamaicaanse autoriteiten, is al in Haiti en is hun werkzaamheden begonnen met een klein team. Het zal groeien in de komende maanden. Ook Suriname participeert in zo'n multidimensionale veiligheidsforce, macht. De bedoeling is om, en het gaat in het geval van Suriname om een peloton, en in totaal gaat het om 100 personen. Een deel is politie en een deel is militair. Er is reeds geruime tijd overleg gaande tussen het coördinatiepunt in Suriname met de autoriteiten in Jamaica voor betreft de training en voor betreft de inzet. En dat proces gaat voorlopig voort. Dus ik verwacht wel dat voor eind van het jaar onze mensen on the ground zullen zijn in Haiti.
Nou, laat me heel duidelijk zijn. Dit is ook solidariteit. Dit is ook solidariteit. Militairen en politieeenheden zijn er om veiligheid te bewerkstelligen. Ik weet dat het risico's met zich meebrengt, maar die afspraken worden gemaakt. Heel nadrukkelijk hoe ze worden ingezet en waar ze worden ingezet, voor welk doel. De bedoeling is dat in deze fase, in deze eerste fase, en ik geloof niet dat wij in deze eerste fase onze troepen zullen leveren, dat daar de beheersing van de criminaliteit, met name van de bendes die er zijn, die opereren en die effect hebben gehad op bestuur en het dagelijkse leven, dat die worden aangepakt. Dat zal het eerste doel zijn. Daarna, wanneer dat enigszins gestabiliseerd is, zal nagegaan worden op welke wijze humanitaire assistentie verleend kan worden. Want dit zijn de twee prioritaire zaken. Er is een transitieregering onder leiding van de premier, meneer Conil. Ik heb de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Dupuy, gesproken. En overal zien we waardering voor het feit dat Suriname als een van de weinige Caribische landen nadrukkelijk betrokken is en ondersteuning verleent in de vorm van menskracht. Uiteraard, de zorgpunten die elk land heeft met betrekking tot eventuele incidenten die kunnen plaatsvinden ten nadele van personen in zo'n missie, dat risico is er altijd. Ik zal nog later ingaan op hetgeen in het stuk over van Palu is gezegd hierover. Ik vind het echter wel triest, laat ik dat alvast aan het begin zeggen, dat men zo ver gaat om dit soort onzin te verkondigen, dat wij mensen naar een locatie sturen om dood te gaan of de kans hebben. Er is een risico altijd. Maar waarom wij mensen naar Haiti sturen, in dit geval militaire eenheden en politieeenheden, is om een bijdrage te leveren aan veiligheid, vrede en een stukje stabiliteit. We hebben ook Haitianen hier. We hebben ook erkend dat we als lid van CARICOM ons houden aan de regionale integratie en ook de regionale steun wanneer we die nodig hebben. Wij moeten niet vergeten, en die zelfzuchtigheid die sommige mensen durven te etaleren wanneer het hun uitkomt, is betreurenswaardig, is afkeurenswaardig. Wanneer wij hulp nodig hebben, verwachten we wel steun van de internationale gemeenschap. Maar wij willen wel aan de zijlijn blijven staan wanneer anderen die hulp nodig hebben. Dat is onethisch. En dit is een gedrag die we zien bij sommige mensen in onze samenleving. Niet de hele samenleving, laat me dat nadrukkelijk stellen. Surinamers zijn zeer vriendelijk en dat hebben we gemerkt. En hospitabel, verwelkomend, ondersteunend. Maar er zijn personen die dit soort onzin verkondigen. En ik vind het triest. Ik kom daar later op terug, maar ik wil dat hier wel zeggen, omdat Haiti is genoemd. Wij sturen niet mensen om te komen. Wij sturen mensen om een stukje vrede en veiligheid mee te helpen realiseren. Dat is het doel. En deze mensen zijn getraind en worden getraind om onder die omstandigheden een bijdrage te leveren. En ze doen het ook niet als een verplichting, maar ze zien het ook als een persoonlijke bijdrage. Dus laat dat ook duidelijk zijn. Met betrekking tot, laat me ook nog even zeggen, er is in Nederland een nieuw kabinet op 2 juli geïnstalleerd. En de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, die zal ik zeer binnenkort spreken. Uiteraard gaan wij ervan uit en president Santokhi zal een felicitatieboodschap sturen naar de nieuwe premier, meneer Dick Schoof, om aan te geven dat wij de relatie tussen de beide landen voortgezet willen zien, zoals het is opgebouwd in de afgelopen jaren onder premier Rutte. Wij hopen ook dezelfde soort relatie te hebben met de nieuwe regeringen, de nieuwe autoriteiten. We hebben namelijk enorme intensieve samenwerking
tussen verschillende ministeries hier en Nederland in het kader van het Makandra-project, maar ook op andere terreinen, buitenlandse zaken, buitenlandse handel. We hebben samenwerking met Defensie, met sociale zaken, maar ook met volksgezondheid en onderwijs. We willen voortzetten, maar uiteraard, wij zullen in gesprek gaan met de autoriteiten heel binnenkort. In ieder geval, we zullen goed luisteren naar het beleid dat nu wordt geformuleerd. Vandaag begint men het debat, of is men het debat begonnen in de Tweede Kamer met de nieuwe regering. Wij kijken dus uit naar een voortzetting. Maar van onze kant uit verandert er eigenlijk weinig of niets in de wijze waarop wij zullen omgaan met de nieuwe regering in Nederland. Laat me dan ook even snel iets zeggen over... Ik noemde al de kwestie van de tier 1. We zijn gecategoriseerd na lange tijd als onderdeel van de eerste, zeg maar, laag, de eerste categorie. We zijn upgraded. Dat betekent dat we de minimum vereisten die nodig zijn om te werken naar het wegwerken van mensenhandel en smokkel van mensen, dat we voldoende hebben gedaan in de afgelopen jaren om dat vertrouwen te geven dat we in staat zijn dat aan te pakken. En dat is heel belangrijk voor ons, omdat we vanaf het begin gezegd hebben dat we geen schijn willen wekken dat wij mensenhandel of smokkel, mensensmokkel faciliteren. Dat hebben we vanaf het begin heel duidelijk gezegd. Ook toen we de liberalisatie hadden op 1 juli 2 jaar geleden van het personenverkeer. We zijn ook dan ook teruggekomen naar de evaluatie om 21 landen op een lijst te plaatsen weer. Omdat we niet willen een situatie willen hebben waarbij de landen in deze regio met name het gevoel krijgen dat we personen binnenbrengen, maar die niet hier blijven, maar dan doorgaan naar een ander land. Dat willen we niet hebben. We hebben dat goed in de gaten gehouden, maar we hebben ook die besluiten genomen. Dus wij zijn blij met deze, zeg maar, categorisering. Het werk gaat door. Dit is natuurlijk niet het einde. Het feit dat je daar bent is goed. Dat is een compliment waard aan de justitiële autoriteiten. Ook het ministerie hier met onze consulaire afdeling houdt een oog. De Dienst Nationale Veiligheid, Directoraat Nationale Veiligheid. Het is een compliment naar onze samenleving toe. Dat is een goede zaak. We hebben ook gehad in april, 2-3 maanden geleden nu, de Human Rights Report, mensenrechtenrapport van US State Department. Daar worden ook de vooruitgang aangegeven, maar er valt nog veel werk te doen op dat stuk. Er zijn wat institutionele structuren die nog gerealiseerd moeten worden, zoals het Nationale Mensenrechteninstituut. We zijn in overleg met de Organisatie van Amerikaanse Staten om daar ook steun voor te krijgen. We hebben als enig land, en al dit soort dingen tellen mee, en men vraagt zich vaak af wat het ministerie van Buitenlandse Zaken nou doet. Nou, dit zijn de concrete dingen. Wij zijn het eerste land in het Caribisch gebied die geratificeerd heeft de conventie met betrekking tot de rechten van ouderen in de samenleving. Het eerste CARICOM-lid dat geratificeerd heeft. Dus we zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat, zeg maar, het platform, de fundering van hoe men kijkt naar Suriname, niet alleen via de mond wordt beleden, maar ook nadrukkelijk heel concreet handen en voeten krijgt. Zodat men zegt van nee, maar je praat er niet alleen over, maar je doet ook wat. Om ervoor te zorgen dat je beter gezien kan worden en beter in dit geval gerankt kan worden. Binnenkort zal een delegatie onder leiding van minister Amoxi richting Genève vertrekken voor de reguliere behandeling van het mensenrechtenrapport dat binnen de Verenigde Naties plaatsvindt. Ik moet u zeggen, wij doen het goed. Alhoewel we nog veel werk te verrichten hebben, maar er is een opgaande trend naar verbetering. En dit zal allemaal aantrekkelijk zijn, ook voor de internationale gemeenschap die wil investeren in Suriname of hier die zich wil vestigen. Tijdens zo'n bijeenkomst in Genève wordt dan heel kritisch gekeken naar de situatie in Suriname en er worden aanbevelingen gedaan, soms 80, 90 aanbevelingen, die wij moeten bediscussiëren met hun
En soms vallen dan een paar weg, maar de meeste blijven daar. En wij moeten ervoor zorgen dat we eraan werken, zodat het de volgende keer niet meer aan de orde komt. En dat traject is dus nu gaande, voor de tweede keer doen we dit, in deze periode. In hetzelfde kader wil ik ook melding maken dat we ook door de minister van Justitie Politie gemeld kunnen worden, dat er een heel traject is om de National Risk Assessment uit te voeren, zodat ook op het stuk van het financieel gebeuren in termen van terrorismefinanciering, in termen van bepaalde compliance maatregelen, dat wij dus in lijn zijn met de internationale verwachtingen. Daar is nog veel werk voor te verzetten. We zijn niet geblacklist. Laat me duidelijk zijn, we zijn niet geblacklist. Maar we gaan weer geaudit worden over een jaar. Dus wij moeten nu een aantal wettelijke voorzieningen die er moeten zijn om die, door al die categoriseringen en al die audits te komen, gaan we moeten doorvoeren. En dat staat heel nadrukkelijk op de agenda voor de rest van het jaar bij de Nationale Assemblée. De president heeft gisteren nog gevraagd aan alle ministers om aan te geven welke wettelijke producten urgent zijn die behandeld moeten worden nog dit jaar. Want volgend jaar met een verkiezingscampagne weet je niet hoe vaak het parlement bij elkaar kan komen. Dus om even aan te geven, het gaat niet altijd om financiën. Het gaat om het leggen van een onderbouw in die samenleving. Om ervoor te zorgen dat we niet alleen gerespecteerd worden, maar dat we ook gezien worden als een land waar je met zekerheid, juridische zekerheid, maar ook met bestuurlijke zekerheid aanwezig kunt zijn. Of je nou een investeerder bent of iemand die hier gewoon komt werken. En we gaan veel van dat soort dingen in de komende 2 jaar krijgen, wanneer de FID later dit jaar een feit is. Ten aanzien van de OAS, Algemene Vergadering. Het was de reguliere 54e vergadering gehouden in Paraguay. U weet, wij hadden eerst aangeboden dat hier te houden. Maar de president heeft nadrukkelijk aangegeven dat het niet correct zou zijn om het hier te houden. Wanneer wij zelf een kandidaat hebben voor de hoogste functie binnen de OAS. De transparantie en de, zeg maar, de reputatie van het proces en de integriteit van het proces moest bewaakt worden. En dat hij voor veel respect ook gezorgd. Want dat is een attitude die in het internationale zeer wordt gewaardeerd. Is dat je niet misbruik maakt van je eigen gelegenheid om een kandidaat, zeg maar, te profileren. Of nog meer in beeld te brengen. Dat zou niet correct zijn. Het zou eigenlijk in de context van een stukje gelijkwaardigheid niet acceptabel zijn. Dus de meeting is in Paraguay gehouden. We hebben geparticipeerd in alle meetings. Er waren meetings met de private sector of the Americas, het private bedrijfsleven onder leiding van de IDB. Er zijn meetings geweest met de Inter-American Human Rights Commission, een mensenrechtenorganisatie van de OAS die 65 jaar bestond, waar we waren uitgenodigd namens het Caribisch gebied om een bijdrage te leveren voor wat betreft de toekomst van het mensenrechten gebeuren. We hebben geparticipeerd in de jeugd, in het jeugdcongres van de Amerika's, die enorm veel werk doen om entrepreneurship onder de jeugd te stimuleren. En er zijn heel wat bilaterale ontmoetingen geweest met landen in deze regio, als ook daarbuiten, over verschillende zaken. We kunnen daar nog verder over praten. De belangrijke issues tijdens deze algemene vergadering van de OAS waren toch nog de kwestie van stabiliteit en democratie. De issues in Nicaragua, waarbij er toch intern vrij veel issues zijn met betrekking tot met name de juridische setting. De samenstelling van de Hoge Raad daar, dat instituut dat gepolitiseerd is geworden. Wij kennen onafhankelijke rechtspraak, dat moet ook zo behouden blijven in alle landen. De issues in Venezuela, de issues met grenskwesties aan de orde gekomen.
tijdens de meeting, eerste dag, was de situatie in Bolivia een kwestie dat besproken moest worden, waarbij er een poging was tot een coup d'état. Dat is gelukkig goed afgelopen, maar er is onmiddellijk op gereageerd. Er is ook een ontmoeting geweest met de Zuid-Amerikaanse landen in de context van de Zuid-Amerikaanse integratie, waarbij Chili het voorzitterschap heeft overgedragen aan Colombia. Het is een rotatie, dus u kunt ervan uitgaan dat over een paar jaar, het is een 6 maanden voorzitterschap, dat over een kleine 2 jaar Suriname aan de beurt is om het voorzitterschap van de Zuid-Amerikaanse integratiebeweging op zich te nemen. Tijdens mijn presentatie voor de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie heb ik ook aangegeven dat wij nadrukkelijker ons profileren op het Westelijk Halfrond voor wat betreft mensenrechten. Dat blijkt uit het feit dat een van onze Surinaamse experts, mevrouw Gloria de Mees, vorig jaar is gekozen tot commissaris van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten voor 2024-2027. Ze heeft heel specifieke taken. We hebben ook meneer Erik Rutsch, die gekozen is als lid van de Inter-American Juridical Committee voor de periode 2024-2027. En we hebben als Suriname in de OAS voor lange tijd een bijdrage geleverd. In het instituut zelf, verschillende personen zijn daar onderdeel van geweest. President Santokki in zijn functie als minister van Justitie en Politie een paar jaar geleden was voorzitter van CICAT, de organisatie die de bestrijding van illegale drugshandel op zich heeft. We hebben een paar Surinamers gehad als directeuren van OAS-kantoren in verschillende landen. Ik kan zo doorgaan, er is een nadrukkelijke aanwezigheid, maar het is nog niet voldoende. Ook het Caribisch gebied is nog steeds een vrij sterke Latijns-Amerikaanse organisatie. Er is uiteraard gesproken met de landen over onze nominatie als land. En daar is positief op gereageerd. Laat me voldoende zeggen dat op dit moment het aantal stemmen om gekozen te worden als secretaris-generaal bij de OAS is 18. Omdat één land zich heeft teruggetrokken. Dus het OAS heeft 34 lidlanden op dit moment. Cuba en Venezuela zijn nog steeds formeel lid. Ze tellen dus gewoon mee. En dat betekent dat je dus voor de verkiezing 17 plus 1 nodig hebt. En dat is 18 stemmen. Suriname en CARICOM's kandidaat heeft op dit moment 14 CARICOM lidstaten die ondersteuning geven. En daarnaast ook een ondersteuning van Chile en van Peru. En de bedoeling is dat in de komende weken het overleg met een aantal andere landen die heel positief zijn, wordt opgestart. De campagne begint nu pas echt eigenlijk. Dat was ook de bedoeling. De verkiezingen zullen zijn rond maart, begin maart volgend jaar. Maar zoals het op dit moment uitziet, zou dit een goede startpunt zijn. Verschillende landen, CARICOM-landen, hebben nadrukkelijk, omdat er geen onduidelijkheid moet bestaan waar CARICOM staat, gebruik gemaakt van de gelegenheid tijdens hun statements voor de algemene vergadering om nadrukkelijk aan te geven dat ze de Surinaamse kandidaat ondersteunen. Laat me dan nog even iets zeggen over het artikel of de datgene wat Paolo heeft geschreven. Kijk, normaliter vraag ik mij af wanneer dit soort artikelen worden uitgebracht, of ik überhaupt moet reageren of niet. Ik doe dat normaliter niet. Nu gaat het wel om een officiële organisatie. En de voorzitter van de PALU, de heer Jim Hock, heeft een paar dingen gezegd. Gezien de ernst van de zaak wil ik er wel op reageren. Deze keer. Nogmaals, normaliter reageer ik niet zo snel op dit soort artikelen, omdat het hoort bij het vak. Het
voor bij het ministersambt kritiek krijgen. En je moet er ook sterk voor zijn. Ik heb er geen last van. Maar wanneer het gaat om reputatie en arbeidsethos en integriteit, dan maak ik me wel zorgen daarom. En ik denk dat ieder zich daar zorgen over moet maken als men dingen zegt die niet kloppen. Want anders gaat het blijven leven in die samenleving. Dus laat me heel nadrukkelijk stellen, ons buitenlands beleid. Ik ga er substantieel op in, want ik kan een heleboel zeggen over meneer Hock en zijn bijdrage of geen bijdrage aan de samenleving. Maar ik ga het niet zeggen over allerlei uitspraken en sentimenten die er bestaan rondom hem en de PALU. Ook over moeilijke momenten, wanneer we praten over mensen die zijn vermoord in de tijd. En dat soort dingen. Ik kan ook daarover praten, maar dan zou ik op een terrein komen dat een beetje langer gaat worden en ik wil hem die aandacht niet geven. Maar wat ik wel wil zeggen is, onze buitenlandse politiek is een professionele, is een proactieve, is gebaseerd op analyse en niet op persoonlijke belangen van wie dan ook. Het is gebaseerd op één belang. En ik heb dat nadrukkelijk en iedere keer gezegd, het Surinaams belang gaat voor in alles wat we doen. En dat kunnen we bewijzen. Want wat ik ga doen, niet naar aanleiding van dit artikel, want dat is het ook niet waard. Maar wat we al hadden besloten is dat we u zullen uitnodigen voor een achttal thematische persconferenties in de komende 2 maanden. Waarbij al onze 4 directoraten, directoraat Buitenlandse Zaken, directoraat Algemene Zaken en Consulaire Aangelegenheden, het directoraat Internationale Samenwerking, het directoraat International Business, dat die 4, en dan zal ik het niet doen, maar dan zullen de directeuren het zelf doen, u vertellen wat het doel was, wat het voornemen was, wat voor acties zijn ondernomen, wat de resultaten zijn geweest, in detail. Maar daarboven gaan we vragen aan 4 meer gespecialiseerde instituten om het zelf te doen. Dan hoeft u het niet van de politieke leiding te horen, maar dan hoort u het van de personen die nadrukkelijk bezig zijn. Dan kunt u alle gedetailleerde vragen stellen. Het Diaspora Instituut, de Raad voor Internationale Sancties, dat vandaag in het parlement besproken wordt, de afdeling juridische juridische aangelegenheden en verdragen, omdat we in de afgelopen periode veel overeenkomsten hebben ondertekend. Dan krijgt u een goede stand van zaken waar we staan in de wereld met betrekking tot onze aanwezigheid en van CITA, Suriname Investment and Trade Agency. Die 4 zullen ook allemaal een separate persconferentie geven en u uitnodigen, zodat u alle informatie kunt krijgen. Dat zal in juli augustus plaatsvinden, gespreid, zodat u die informatie heeft. Want ik ben niet moeder van, maar ik denk dat er misschien inderdaad toch behoefte is om gedetailleerde informatie. We hebben dikke lijsten gemaakt, dikke documenten gestuurd naar het parlement met alles wat we gedaan hebben. Elke zoveel tijd. En we willen die ook met u delen. Dan weet u precies met hoeveel landen we een relatie onderhouden. Dan weet u precies met welke landen we welke verdragen hebben gesloten en waar we staan in de wereld. Want ons buitenlands beleid, de buitenlandse politiek van president Santokki, is heel nadrukkelijk geweest. Suriname beter profileren, Suriname een betere reputatie geven, Surinaams imago te verbeteren in de wereld. Maar dan op een professionele manier, met professionele mensen die werken. En dat is gerealiseerd. Ik heb gekeken naar, en dit is ook een antwoord op wat meneer Hock allemaal te bieden heeft. En het geeft de kortzichtigheid ook aan, de wijze waarop PALU dit benadert. Ik had wel wat meer verwacht van een intellectuele partij die ze beogen te zijn. Als je een beetje verstand hebt, dan kan je dit soort dingen niet zeggen. Gewoon simpelweg omdat het nooit zo kan. Wij hebben nu in de wereld een standing die een lange tijd niet is geweest. En dat blijkt iedere keer weer. In de specifieke details die u gaat krijgen, gaat u zien. Wij pleasen niemand.
het Surinaams belang staat voor. Daarom hebben wij een gebalanceerd buitenlandse beleid gevoerd. Het is niet alleen China, het is niet alleen de Verenigde Staten, het is niet alleen Europa, het is niet alleen India. Maar waar wij ons belang gerealiseerd kunnen hebben, dat is waar we zullen praten. Dat is belangrijk. Dat doet elk land overigens. Maar deze opvatting die hier wordt geventileerd, geeft duidelijk aan de bekrompenheid van dit soort partijen. Die bekrompenheid dat zich uit in onkunde, want als we niet in staat zijn dit te doen, en daarom is het ook fout gegaan in de jaren 80 en 90, daarom waren we geïsoleerd, zelfs in de jaren 2000. Heel zwaar geïsoleerd. En we hebben de gevolgen daarvan nog steeds. Maar men durft geen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Oké. Dus nu hebben we wel. Soms denk ik van, als ze niks anders te vertellen hebben, dan gaan ze een heleboel andere dingen proberen te vinden. Maar substantieel is er niets. Nadrukkelijk ten aanzien van onze grenzen. We hebben heel nadrukkelijk ons beleid. Maar als het beleid is om alleen maar ruzie te maken en onze reputatie te verslechteren, zo werken wij niet. Diplomatie houdt juist in dat je dat op een nette manier, juiste manier doet. We hebben altijd gezegd, Tigri is van ons. Dat hebben we nadrukkelijk gezegd. Ik zeg het weer. We hebben een proces, een onderhandelingsproces, een consultatieproces met Guyana, door beide partijen overeengekomen in 2013. Wel nu, dat is wat we uitvoeren. Het is niet deze regering geweest. Dat proces is opgestart onder de vorige regering. Er is een grenscommissie aan beide kanten. Dus deze onzin die wordt gezegd dat we allerlei dingen, ja, wordt gesproken schaamteloos en vernederend, alleen maar dingen opgeven, dat is pure onzin. Ons beleid is niet gericht op persoonlijke belangen. Dat is ook de denkgeest blijkbaar van dit soort politici, dat alleen maar persoonlijke belangen iets uitmaken. Dat is niet bij deze regering. Ik heb al gezegd ten aanzien van Haiti. Onze participatie in, want dat is ook aangehaald, in het vredesinitiatief van Oekraïne. Laat me u duidelijk zeggen. En laat het ook duidelijk zijn, maar nogmaals, als men doordenkt, komt men zelf tot die conclusies. Als er geen vrede is in Oost-Europa of in het Midden-Oosten, het is ook onze verantwoordelijkheid om daaraan een bijdrage te leveren. Waarom? Omdat het rechtstreeks effect heeft op ons eigen land. Het heeft rechtstreeks effect. U weet nog, schaarste aan meel, omdat Oekraïne een grote producent is en exporteur is. De hoogte van de kosten van supply, dus van toelevering, is nadrukkelijk aan de orde geweest. Niet alleen vanwege COVID, maar ook vanwege de oorlog. De schaarste aan energie. Omdat anderen ineens meer energie nodig hadden en zij wel meer konden betalen. Het heeft effecten op de hele samenleving. De inflatie is navenant verhoogd of is toegenomen daardoor. Door oorlogen. Oorlogssituaties creëren instabiliteit in de wereld. Dus het is ook in ons belang om ervoor te zorgen dat wij meedoen aan een proces naar vrede. Of het nou in het Midden-Oosten is of in Oekraïne. Niemand heeft er belang bij. Dus wanneer wij een bijdrage proberen leveren in dat opzicht, is niet alleen maar uit hoofden van solidariteit, maar ook uit hoofden van ons eigen belang. We snappen vaak niet van waar die prijsverhogingen komen. Maar verhoogde inflatie heeft een reden. En dat komt door dit soort conflicten. En onze participatie daar was nadrukkelijk, omdat wij goede relaties hebben met Oekraïne, maar ook omdat het internationaal van belang is dat we ons stem laten horen. En men heeft het gewaardeerd. Men heeft het gewaardeerd, simpelweg omdat men dan ziet dat wij als onderdeel van die wereld begrijpen hoe internationale ontwikkelingen zich uitspelen. Ik ga het hierbij laten wat betreft dat onderwerp, maar nogmaals, in de toekomst zal ik minder reageren op dit soort berichten.
Maar laat het heel duidelijk zijn, ons buitenlandsbeleid is niet gericht op het behartigen van persoonlijke belangen. Als ik dat had willen doen, laat ik dat dan toch misschien toch nog even zeggen. Dan kan ik u met de volle 100% aangeven dat ik andere opties had. Men weet van waar ik kom en wat ik heb achtergelaten in termen van financiële tegemoetkoming. Ik hoefde dit echt niet te doen. Ik hoef er ook geen waardering voor te krijgen. Ik doe dit met plezier, uithoofde van mijn commitment naar het Surinaamse volk en naar de ontwikkeling van Suriname. Ik heb ook andere opties, internationaal of regionaal. Zo werkt het nou eenmaal als je hard werkt, als je goed werk levert, als je professioneel bent, dan werkt het zo. Anderen hebben die ervaring niet, maar dat laat ik voor hun. Maar men moet niet zichzelf spiegelen aan een ander. Dus er is geen enkel persoonlijk belang in deze kwestie. Integendeel. Ik denk dat wij wat dat betreft duidelijk zijn geweest. Ik geloof dat ik alle onderwerpen die ik gemeend had met u te bespreken, heb besproken. Misschien niet in alle details, maar ik sta open voor vragen. Sorry dat het een beetje langer heeft geduurd, maar ik had het ook al aangegeven. Dus aan u nu de gelegenheid om uw vragen te stellen. Ik weet niet wie ik het woord mag geven. Niet? Mevrouw Pales. Goedemorgen, Amanda Pales, Kienieuws. Over de situatie van orkaan Beryl. U had een paar LRV's geleden gesproken over een fonds om de gevolgen van climate change op te vangen. Voor Suriname onder andere. En u heeft in uw toespraak aangegeven dus dat wij als Suriname veel meer rekening gaan moeten houden met de impact van orkanen die dus nu meer richting zuiden gaan. En dat wij als land ook de gevolgen of, ja, zullen merken. Hoe staat het met het opzetten van zo'n fonds? Zijn er al gesprekken geweest? Hebben jullie al in beeld wie? Want jullie gaan, als ik het goed heb, dit jaar naar COP, toch weer, om dit aan te halen. En ik heb nog een vraag geschreven. Oké, u heeft ook aangegeven dat Suriname een van de eerste CARICOM-landen is die rechten voor ouderen heeft geratificeerd. Hoe gaat het zich terugvertalen naar ons beleid voor ouderen? Want als we kijken naar de instellingen, wordt er dus nu pas een commissie samengesteld voor die wet van opvanginstellingen, als ik het goed heb, sinds 2014. En nu pas worden daar aanvulling gegeven. Wat voor beleid kunnen we nog meer verwachten van de regering hierop? Ja, ik ga meteen beantwoorden, dan is het sneller. Ten aanzien van de ouderen, kijkt u, ik ben helemaal met u eens. Het ratificeren van een conventie is natuurlijk niet het einde. Het is misschien juist het begin van een proces waarbij verplichtingen op jezelf moeten worden genomen om uit te voeren. Ik ben in het algemeen van mening dat met name ouderen in een samenleving, jongeren en ouderen in een samenleving die eigenlijk niet meer in het arbeidsproces zitten en degenen die dus gereed gemaakt moeten worden voor het arbeidsproces ondersteund moeten worden. Op verschillende manieren. De jongeren moet je faciliteren om hun gereed te maken, om een verantwoordelijke burger te worden. Ouderen die hun bijdrage hebben geleverd, moet je met veel respect behandelen en een genoegzaam en veilig en vredig leven kunnen laten hebben. Dat is helaas niet het geval. Dus er is nog veel werk te verrichten op dat stuk. Dus misschien is er niet veel gebeurd, maar ook omdat de prioriteiten anders lagen. Of het werk was zoveel ook. Maar er moet veel gebeuren. Ik denk met name aan het zou natuurlijk een ideale situatie zijn om een waardevast pensioen te hebben. Maar dat heeft financiële consequenties die we dus ook in de context van onze verdiencapaciteit moeten plaatsen. Onze tehuizen, daar is veel zorg aan. Er moet ook een heel andere aanpak daar komen. Met betrekking tot de financiering van het management en de operaties van instellingen, oudere instellingen.
in het algemeen denk ik dat er weinig aandacht, te weinig aandacht is geschonken aan ouderen. En het is triest eigenlijk dat zij juist eerst moeten opstaan om te zeggen wat nodig is. Het moet vanzelf zijn. Maar nogmaals, ik zeg dat heel kritisch naar onszelf toe, maar wel beseffende dat de mogelijkheden er niet altijd zijn om datgene te willen doen of te doen die we graag zouden willen doen. Ten aanzien van climate change, er zijn verschillende fondsen en Suriname is onderdeel van de aanvragen voor verschillende activiteiten. Dat gebeurt al. Gisteren heeft minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu het eerste concept van een carbon credit beleid aangeboden aan de regering. Het zal formeel in een nota nu worden vastgelegd en goedgekeurd worden bij de regering. Er is een heel traject uitgezet hoe carbon credit verhandeld zullen worden. We hebben zo'n 5 miljoen ITMO's, dat zijn dus zeg maar credits die we nu al kunnen verhandelen. Over het algemeen is het tegen een prijs van 20, 25 US per ton. We hebben daarnaast wat ze noemen vintage rights. Dat zijn voor een beperkte duur opgebouwde credits tot en met 2020. Daar is 18 miljoen, 13 miljoen van. In totaal hebben we 18 miljoen. Het is een continu proces. Maar je moet een aantal dingen, voordat je dit in die handel wil terechtkomen, moet je een aantal dingen doen. We hebben een National Registry moeten opzetten, dat hebben we nu. We moeten een aantal zeg maar certificeringen bij de UNFCCC, de United Nations Klimaatorganisatie, gerealiseerd krijgen. Dat is gebeurd. Er wordt nu gewerkt aan de wetgeving, want het is een nieuw product die verhandelbaar moet zijn, maar je moet regels hebben met betrekking tot verhandelbaarheid. En dat moet dus in een wet worden vastgelegd. Daar wordt nu aan gewerkt, is specialistisch. Er is ook een nieuwe activiteit, men weet nog niet eens precies in welke richting het gaat. Ook de UNFCCC sinds 2015, toen het Parijsakkoord werd ondertekend, is nog niet alles in detail uitgewerkt. Op welke wijze het moet gebeuren, door wie het moet worden gesanctioneerd en al dat soort dingen. Daarom zijn de verschillende maatstaven worden gehanteerd door verschillende instanties. Het laatste is dat er een instituut moet komen, een Nationaal Milieuinstituut, dat zich bezighoudt met ook dit soort zaken. Dat wordt nu opgezet. Het voorstel is gedaan hoe dat eruit moet zien. Dus we hebben aardig wat vooruitgang geboekt in de afgelopen maanden onder leiding van de minister van ROM. En ik verwacht dat we vrij snel de eerste ITMO's zouden kunnen verkopen. En dat zal dus dan middelen binnenbrengen. Eén belangrijk punt is de kwestie van hoe verdeel je de opbrengsten naar de gemeenschap toe. Want die inkomsten zijn van de gemeenschap. Een deel gaat naar de staat, een deel gaat naar de gemeenschappen, een deel gaat naar schuldherschikking, schuldaflossing moet ik zeggen, een deel gaat naar onze Sovereign Wealth Fund. Dat zijn allemaal voorstellen die zijn gedaan reeds, in percentages. Maar het is een complexe, nieuwe materie waar we heel zorgvuldig mee moeten omgaan. Want wat we niet willen is dat wij de underdog worden in zo'n situatie. Dat wij zeg maar de onderste uit het kan. Dat wij helemaal dat we weinig krijgen vergeleken met wat de anderen krijgen. Dus we zijn er voorzichtig mee, want we krijgen heel wat aanbiedingen. Maar dan staat heel duidelijk, oké, maar dan gaan we het 50-50 doen. Maar dat willen we niet. We willen meer houden voor ons eigen land. Dus er wordt met zorgvuldigheid daarna gekeken. Maar we hebben goed vooruitgang geboekt, daar ben ik wel heel tevreden over. Even aanvullend op dat van de carbon credits en de verdeling van de gelden. We weten dus dat Guyana al verdient aan carbon credits en ze het vooral aan de binnenlandse gemeenschappen uitbesteden. Is dat ook ter sprake geweest? Daarom zei ik, een deel gaat naar de gemeenschappen. Het hoeft niet altijd het binnenland te zijn. Want onze kuststrook heeft met onze mangrovebos heeft ook aardig wat carbonkredietfacilitering. Is ook mogelijk. En dat zou dan dus naar die gemeenschappen moeten gaan. Maar dat gaat allemaal volgens regels. Dat kan niet zo, het is niet zo dat het, ik wil geen verkeerde indruk wekken dat het geld gaat naar individuen. Het gaat naar projecten. De projecten moeten
ingediend worden, moeten voldoen aan bepaalde criteria. Uiteindelijk is de bedoeling dat ongeveer 40-50% van de opbrengsten van carbon credit teruggesluist worden naar milieubeschermende activiteiten, zodat het milieu verder beschermd wordt. Dat is wel de bedoeling. Het is niet zo dat een regering kan zeggen, ik ga het allemaal gebruiken aan consumptieve uitgaven. Dat is niet de bedoeling. Ja, mevrouw Botsen. Goedemorgen. Ja, hallo. Gloria Botsen, Razonic TV en Travasde. Even teruggaan, even ingaande op wat u net heeft beantwoord op de vraag van mijn collega Pales over de seniorenaanpak. U zegt de aanpak is, er hoort een andere aanpak. Ik vind dat vaag. Kunt u specifiek zijn welke andere aanpak het behoeft? Heeft het ook te maken dat er mensen worden geplaatst op posities die incompetent zijn om de zaak te kunnen runnen? Want we zijn nu 5 jaar verder en heel veel is niet geregeld voor de seniorenburgers. Elke keer is hetzelfde. Wat zijn de concrete stappen die genomen zullen worden? Heeft het ook gehad over Tigri? Is het geschil al niet al sinds de jaren 70? Wat zijn de concrete stappen die Suriname doet ten aanzien van, ja, blijven we praten of zijn er ook nog andere stappen die Suriname kan nemen? En ten aanzien van het artikel van Palu waarin gesuggereerd wordt dat u al heel lang bezig bent met deze positie. Dat is ook vanaf het begin ook al 4 jaar, 5 jaar geleden wordt het gesuggereerd, wordt het gezegd. Dus dat komt ergens vandaan. U zegt u bent transparant, communicatie is geen persoonlijk belang. Maar klopt het dat u vanaf het begin deze positie heeft geambieerd? Dank u wel. Oké, laat me dan beginnen met de senioren. Kijk, wat ik bedoel is, elke regering heeft de verantwoordelijkheid om voor alle sociale groepen in die samenleving te zorgen. En dat kan alleen als je natuurlijk een normale economie hebt, een normale verdiencapaciteit hebt. Die hadden we niet, we hebben juist een tekort. Dus wat je gaat krijgen is dat bepaalde groepen niet optimaal bediend kunnen worden. En dat is precies gebeurd met ook de ouderen. Maar de ouderen waren wel onderdeel van de sociale voorzieningen die zijn verschaft. Die verhogingen zijn geweest. Dus we hebben ze wel bediend. Maar ik praat meer over echt beleidsmatig een beleid ten aanzien van ouderen. Ik mis dat in het geheel. En wat betekent dat concreet voor mij? Betekent dat we dus voor een stukje veiligheid, extra veiligheid moeten zorgen. Een goede behuizing. Dat ze een goed leven kunnen hebben. Dat ze voldoende financiële middelen hebben om zeg maar een goed leven te leiden. Er is een devaluatie geweest, dat heeft, zeggen de pensioenen, natuurlijk veel minder waard gemaakt. We denken ook aan recreatiemogelijkheden. We denken ook aan wellness, dus hun mentale gezondheid en al dat soort dingen. Het is misschien te vroeg om dit te vragen van mijn kant uit, maar ik zeg alleen dat zou wel de verantwoordelijkheid moeten zijn. En in termen van de bemensing, uiteraard, maar dat gaat dwars door de hele samenleving. We moeten competente mensen plaatsen op posities. Nou, u kent het verhaal. Ik bedoel, laat me beginnen met de jaren 70, toen we vele goede dingen die er waren ook hebben weggedaan. De bemensing van het overheidsapparaat is zwaar gepolitiseerd. Dat is één. Veel mensen aantrekken die eigenlijk geen job hadden, maar om politieke redenen. We hebben een ambtenarenkorps dat minder professioneel is, omdat het niet is opgebouwd, langzaam maar zeker. Mensen die in de dienst zijn gegroeid. We hadden voorheen departementsdirecteuren. En niks ten slechte van de personen die er nu zijn, ik ga dat niet beoordelen. Maar we hebben departementsdirecteuren gehad voorheen die nadrukkelijk als hoofd van een ministerie, van een departement, advies konden geven. En dan kon de politiek, zeg maar, daarmee doen wat ze zouden willen. Maar er kwam professioneel advies. En dat kan alleen als de mensen groeien in een vakgebied. En deskundig zijn op dat stuk. Dat is allemaal verwaterd. In mijn ogen, maar dit is mijn persoonlijke visie, laat ik dat nadrukkelijk zeggen. Zouden departementsdirecteuren nooit aan de politiek mee mogen doen. Als ze dat willen doen, moeten ze ontslag nemen en dan lid worden of kandidaat worden van een partij. Om even die onafhankelijkheid aan te geven. Als
overheidsfunctionaris, want overheidsapparaat is niet altijd slecht. Er zijn goede functionarissen. Maar het is zodanig uitgegroeid dat het een logorgaan is geworden, inefficiënt en weinig productief voor een groot deel. Voor een klein deel is er wel goede productiviteit en daarom functioneert het nog. Maar dit zijn zaken die meer structureel beleidsmatig zijn. Nogmaals, misschien verwacht ik te veel, maar wat ik wel zeg is dat we die competentie voorop moeten stellen als eerste. En als we dat doen, dan moeten de mensen ook vanuit hun competentie goed functioneren. De personen moeten daar niet functioneren als een politieke persoon. Want dat is de consequentie, vaak. Dus dat is wat ik bedoel met ouderen en ouderenbeleid. Een meer toekomstgerichte beleid. En eentje gericht op verantwoordelijkheid voor de oudere gemeenschap. Gezondheidszorg is belangrijk. We hebben onze gezondheidszorg behoeft eigenlijk een volledige overhaul. Het hele systeem behoeft een overhaul. Maar dat kon geen prioriteit zijn in deze fase, omdat er zoveel puin te ruimen was. Ik zit er middenin en ik zie hoe weinig tijd we hebben en hoe weinig capaciteit we hebben om alles te willen doen. Ik zou hier ook op het ministerie hier wat andere dingen willen doen, om het nog sterker te maken. Maar we hebben goede mensen hier op het ministerie en ook op andere ministeries. Dus ik praat niet ten nadele van wie dan ook. Iedereen probeert zijn bijdrage te leveren, maar u heeft gelijk. Men moet competent zijn om een job te kunnen doen. En in de politiek moeten we misschien daar wel naar kijken. Dat dat een serieuze criteria wordt. Ja, ik ben geen politicus, dus ik ben een dienst van het volk. U had nog een vraag met betrekking... Kijkt u, ik weet niet van waar dit verhaal komt dat ik deze functie heb aanvaard omdat ik wilde gaan naar een secretaris-generaal functie. Ja, 10 jaar geleden was dat wel zo, ja. Maar toen stond de regering er niet achter. Misschien is dan die gedachte gebleven dat ik nog steeds die aspiraties heb. Misschien heb ik andere aspiraties. Nee, maar alle grapjes op een stok. Ik heb een stukje ervaring die past binnen het internationale. Ik kan ook besluiten om weg te gaan en te zeggen van ik ga doen wat mij aangeboden wordt. Dat kan. Dit is een functie dat beschikbaar is in een jaar tijd. En de regering heeft besloten om een Surinamer te nomineren. Je zou ervan uitgaan dat iedereen happy is ermee. Maar blijkbaar niet. En ik ga niet in op de argumenten waarom men niet happy is. Soms is het persoonlijk, soms is het om heel wat andere redenen. Interesseert me niet zoveel. Wat ik wel weet, en dit heb ik toen ik genomineerd werd voor assistent-secretaris-generaal door de toenmalige regering onder leiding van president Venetiaan, toen heeft hij wel 1 instructie gegeven. Wij gaan tot het einde door. Want het was niet de bedoeling dat we gewoon het voor de grap deden. En dat vond ik een hele mooie... Het was maar 1 zinsnede. Wij gaan tot het einde. En dat is gelukt. En wij gaan voor deze ook tot het einde. We gaan ons best doen, dat is alles. Maar dat is geen persoonlijk belang. In dit geval. Het werk dat ik verzet heb in de afgelopen 4 jaar... heeft duidelijk aangegeven dat er niks persoonlijks aan zit. Ik zit hier... Anders was ik echt niet van job veranderd. Dat weet u beter. Anderen die nog vragen willen stellen, heer Sekou? Ja. Of ik, uw collega was een klein beetje eerder. Ja. Oh ja, Tigri. Met betrekking tot Tigri, nee, er is een proces afgesproken vanaf 2013. Nationale grenscommissie houdt zich bezig met het traject. En er zijn afspraken gemaakt tussen de beide landen met betrekking tot hoe we daarmee omgaan. 1 is het verzamelen van documenten, het overeenstemming bereiken met betrekking tot de documentatie. En zo gaat het traject voort en dan zouden dan daaruit volgen aanbevelingen. Kijk, we moeten 2 dingen in de gaten houden. We kunnen praten over Tigri of we kunnen praten over ontwikkeling in het algemeen in deze regio. Het grotere belang zit in de ontwikkeling van deze regio. Er zullen altijd issues zijn. Tussen grenslanden zijn er altijd issues.
Wij praten over twee conflicten in deze wereld. Twee conflicten maar. Oekraïne en Midden-Oosten. Maar weet u dat er 150 open conflicten zijn in de wereld? We hebben meer dan 100 grenskwesties op het westelijk halfrond alleen. Als we die dingen niet aanpakken, gaat er geen reden zijn om in volste vertrouwen met elkaar te werken. Dat weten wij ook. Maar het kan niet een conflictpunt blijven, want dan gaat er geen ontwikkeling komen. En de vraag is, willen we geen gebruik maken van de ontwikkelingspotentie die er is, in dit geval voor de kust van beide landen, en dan samenwerken, tegelijkertijd werken aan de oplossing van specifieke issues, zoals Tigri, zoals andere zaken. Het is een beleid die je voert op basis van een stukje inzicht naar de toekomst toe. En dat is precies wat we doen. En dat kan je met rust doen. Je hoeft daarvoor niet in conflict te zijn met elkaar. Ik geloof dat meneer Sekul had een aanvullende vraag. Ja. Minister, u heeft het gehad over de ouderen en dat de regering niet in staat is voor hen te zorgen. Niet deze regering allemaal, het is al een poosje aan de gang. Minister, bij de komst van premier Mark Rutte is aan hem overhandigd een dossier. Ja, met daarin wetten van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin staat dat de Surinaamse burgers die voor 1975 15 jaar en ouder waren, recht hebben op AOW. Nu is Nederland bezig in Nederland, ja, naar willekeur mensen 5000, een tegemoetkoming, vrijwillig tegemoetkoming van 5000 te geven. Onze president heeft ook diezelfde document gehad, ook de assemblee, waarin staat, ja, waarom de Surinaamse burgers, ja, zowel hier als in Nederland, recht hebben op, daarop. Waarom, of in ieder geval, u gaat zo meteen uw nieuwe collega van Buitenlandse Zaken ontmoeten. Gaat u dat moment gebruiken om Nederland erop attent te maken dat Surinamers, ja, bij wet van de Koninkrijk der Nederlanden recht hebben op die AOW-uitkering, zodat ze onafhankelijk van de regering en de rest van de gemeenschap. Want Ivo, mijn collega hier, heb ik ook gezien hoe zij zich daar inzet bij, hoe heet het weer, ASEANen, om het leven van de mensen beter te maken, iets dat tot uw verantwoordelijkheid hoort. We hebben ook gezien in de media dat de mensen daar het moeten doen met 3 maal per dag doperten. Terwijl ministers 30, 40, 60.000 per maand naar huis meenemen, dat ze er niet op idee komen, en laten wij dan zorgen voor die voedsel daar. Minister, de burgers hebben recht erop. Gaat u er werk van maken? En ten tweede, ten aanzien van Tigri, minister. Is het slim om te blijven praten terwijl Guyana daar handelingen pleegt? Tegen de tijd, ik zit daar tegen de tijd, wij hebben besloten om echt naar de internationale gerecht te stappen, dat er daar niets is overgebleven. Waarvoor gaan we daar naar de rechter gaan? Dus we moeten ons, denk ik, iets slimmer gaan opstellen, want anders moet u van Guyana eisen dat ze daar alles stopzetten. En als u dat niet kan, dan moeten we naar de rechter, want in het andere geval houden we elkaar voor de gek. Dank u wel. Ja, nee, dank u wel. Ik ken het laatste vraagstuk. Kijk, wanneer we praten over grenzen, willen we niet te veel. Er zijn sommige dingen die we niet publiekelijk kunnen zeggen, maar we zijn bezig na te gaan welke activiteiten daar worden ontplooid. Oké? Dat is ons werk geweest in de afgelopen maanden en ik verwacht rapportage vrij snel. Het is niet zo dat er enorm veel activiteiten daar zijn. Er is wel een aanwezigheid van personen. Maar dat er verregaande ontwikkelingen en activiteiten worden ondernomen, ik vermoed dat dat niet zo is. Maar ik zeg vermoed omdat ik wil wachten op het rapport. Ten aanzien van de AOW-issue. Wij hebben dat ondersteund, ook op het hoogste politieke niveau. Maar u begrijpt dat wij als regering ons niet kunnen bezighouden of inlaten met een binnenlandse aangelegenheid van de Nederlandse regering. We hebben het wel aan de premier Rutte in de tijd gezegd, dat dat goed bekeken moet worden. En wat is besloten uiteindelijk is wat wij ook gelezen hebben. Als er zijn een kleine groep die nog recht heeft op een AOW met een beperkt bedrag. Ik ben sowieso bereid om dat aan de orde te stellen met mijn collega.
Maar het is een agenda-item dat niet in de bilaterale sfeer besproken moet worden. Het is iets dat wij voor onze Surinamers daar zeker aan de orde zullen stellen. Minister Hilly, voor een correctie. Minister, bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, ja, hoorde de Surinaamse regering, de toenmalige regering en de Nederlandse staat ervoor te zorgen dat de burgers geen slachtoffer zouden worden van de overhaaste situatie toen. Toch? Er is toen zaken niet goed geregeld, onder andere dit. Ja, bijvoorbeeld, ik ben nu boven de 60. Mij is toen als jongeman niet gevraagd als ik onafhankelijk wil worden, als ik mijn paspoort wil inleveren, et cetera. Wij zijn slachtoffer als burgers van een stukje beleid dat toen niet, ja, correct was. En zo ook de oude burgers die nu, ja, het moeten doen met 3 maal per dag doorperken. Dat is toch een schande. Ja? En nogmaals, u kunt niet stellen dat het een bilateraal ding is. Of het is een ding van de 2 regeringen die toen, ja, niet correct is afgehandeld. Ja, en dat behoeft nu correctie. Maar meneer Sukul, 49 jaar geleden, die 2 regeringen bestaan niet meer. Er is een ontwikkeling geweest sindsdien. Dat weet u ook. Het enige wat wij nu kunnen doen is het aan de orde stellen. Maar ik zie Nederland toch niet aan tafel gaan met Suriname te heronderhandelen over de condities waaronder wij... Kijk, wij kunnen onze schuld aan onszelf geven dat we niet hebben genoemd. Oké, dat is dan misschien een historische realiteit. Maar daar heb ik verder weinig aan. Daar kunnen we niks aan doen. Er zijn veel zaken niet gerealiseerd. Er zijn veel zaken niet afgesproken. Ik kan u één ding zeggen, de grens met Suriname, dus om even het voorbeeld het grens te geven. De grensbepaling is niet goed vastgelegd bij de overdracht van de onafhankelijkheid. Er is slechts een brief van de premier van Nederland waarbij schriftelijk, maar wel beschrijvend is aangegeven hoe de grens eruit ziet, zonder coördinaten. Moeten wij dan nu terug naar Nederland zeggen van je moet toch wel die coördinaten nu gaan vaststellen? Want dat was wel de bedoeling. Nee, dat hadden we toen moeten vragen. Ik kan niet terugwerkend eisen stellen. We gaan werken met de situatie die we vandaag hebben. Dus wij gaan zelf onze coördinaten moeten vaststellen. En al dat soort dingen. Maar dat is de situatie. Er is veel niet geregeld. Maar ik wil niet 49... Ik geloof ook niet dat het goed is voor een volk om 49 jaar geleden terug te kijken. Ik beaam meteen, niet alles was perfect geregeld. Ik ben ook niet gevraagd, maar ik ben Surinamer gebleven. Tot ik ging studeren een keertje, maar daarna ben ik weer Surinamer geworden. Dus het zijn van die realiteiten waarmee elk land te kampen heeft. Ook landen die vele jaren eerder, de hele kwestie van reparatie, de hele kwestie van vergoedingen, speelt nu ook. En dat is een hele moeilijke discussie. Maar die dingen spelen ook in het kader van de relaties tussen landen. In een andere gezagsverhouding. Mevrouw. Hier nog even. Maar minister, ja. In dit geval staat het in een wet. Toch? Het is niet iets dat... Maar die wet is een Nederlandse wet, toch? Ja, maar het geldt nog steeds. In die wet is genoemd. En daarom steunen we de Surinamers. In die wet is genoemd ook de Surinamers. Ja, en daarom steunen we de Surinamers. Dus nu is het verzoek of de vraag aan de regering dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. Ja, want nogmaals, de president heeft die documenten gehad. Ja, zijn kabinet... Ja, de DNA. En wat we merken dat er 2 jaar voorbij zijn gegaan om en bij. En er wordt niets gedaan. Nee, de president heeft nadrukkelijk dit aan de orde gesteld met de premier van Nederland. En wij ook, wij hebben dat ook gedaan. Maar het is een Nederlandse wet. Ik kan moeilijk de Nederlandse wetgever aanspreken op een zaak dat in feite voor hun een binnenlandse aangelegenheid is. Maar vanwege de relatie die er is en vanwege het feit dat het om onze mensen gaat, misschien is die wet ook van toepassing op anderen, Antillianen of anderen in het Koninkrijk. Maar dat weet ik niet. Maar wij praten over Surinamers. Maar u begrijpt dat wij beperkte bewegingsruimte hier hebben. We kunnen het wel politiek aan de orde stellen en dat is wel gebeurd. Ja, Aranza Swedo van ADV. Ik heb een vraag. Ik hoop dat u erop kan ingaan. U heeft bijvoorbeeld aangegeven dat Suriname steun zal geven in verband met of als gevolg van storm Beryl. De vicepresident heeft aangegeven dat er zelfs geen geld wordt vrijgemaakt voor de bewoners van het binnenland van ons. En u gaf aan, er zal financiële of materiële steun gegeven worden aan het buitenland. In hoeverre is het waar, de opmerking van de vicepresident? En hoe kijkt u naar dit vraagstuk?
Nee, kijk, het is altijd een moeilijk vraagstuk. Prioriteiten stellen is altijd een moeilijk vraagstuk. Zeker wanneer je beperkte middelen hebt. Ik geloof dat de president al gereageerd heeft op hetgeen wat de vicepresident gezegd heeft. Dus ik voel me niet geroepen om daar verder op in te gaan. Wat wel gezegd moet worden, en ik weet dat uit praktijk, is dat we proberen alle behoeftes die er zijn met de beperkte middelen, waar dan ook ze zijn in onze samenleving. Excuses. Om alle behoeftes die er zijn in de samenleving te bevredigen. Of het nou in het binnenland is of elders in de kuststrook. Dus ik geloof niet dat er sprake is van discriminatie, in welke vorm dan ook. Er wordt veel besteed richting het binnenland. En ik weet dat de situatie niet makkelijk is. Dat weet ik ook. Die situatie is ook niet makkelijk voor velen in de kuststrook. Er zijn ook ver afgelegen gebieden in de kuststrook die wateroverlast hebben, dan wel niet bediend kunnen worden, hogere prijzen betalen enzovoorts. Maar sowieso, wanneer een concern wordt uitgesproken, dan moeten we dat serieus nemen. En daar zal ook over worden gesproken. In de relatie tot onze bijdrage aan het buitenland, je moet op verschillende trajecten tegelijkertijd kunnen werken. Solidariteit tonen met personen die in enorme problemen zijn, die niks hebben, dat is is niet alleen een verplichting, maar is ook een emotionele connectie met de regio. Ik herinner me nog dat toen de Binnenlandse Oorlog speelde, de Fransen duizenden Surinamers heeft opgenomen. Niemand heeft ze toen de vraag gesteld, oké, maar wie betaalt ervoor? En de Fransen hebben dat ook niet gezegd. Zij hebben ook hun problemen gehad. Dus je gaat dat altijd hebben. Soms moet je een klein deel van wat je hebt kunnen delen. En dat doen wij op dit moment. Dat is de bedoeling. Ja. Yes, Doris Vitalini van Sunweb TV. Ik heb twee vragen. De eerste vraag, u heeft het gehad over mensenrechten en all of that. En u bent de minister van Buitenlandse Zaken. Minister, al jaren, de mensen, de inheemse, de tribale volkeren, hebben het over hun grondrechten vraagstuk. En er is dus ook al een vonnis. Hoe kijkt het buitenland naar Suriname ten aanzien van deze vraag, van dit vraagstuk? En wat ik heb gemist aan geruime tijd, de heer Bordo is al opgesloten en all of that. Maar er is een kwestie van naamsverandering ondergaan. Zijn naam is veranderd geworden. Maar wat ik mis is dat we tot nu toe nog geen reactie van geen enkele autoritair hebben gehoord. Of iemand die iets zegt, hoe is dat? Hoe heeft dat plaatsgevonden in 2023? Want hij is sinds 2022. Op Interpol. Yes, mogen we vandaag wel een reactie daarop. Thank you. Ja, ten aanzien van uw eerste vraag, dat ging over de mensenrechten. Hoe men aankijkt naar Suriname. Kijk, over het algemeen is de reactie positief. Wanneer het gaat om de 2-3 vonnissen die er zijn geweest van de Inter-American Human Rights Court, dan is het wel zo dat men aandringt op uitvoering. En dat wordt opgepakt. Uw vraag is heel tijdig, omdat gisteren in politiek overleg met DNA binnen de regering is gesproken over het oppakken van het traject van de indiening, de afhandeling van de wet grondrechten. Dus dat heeft absolute aandacht op dit moment, om dat zo gauw mogelijk te doen. Dat is ook onderdeel van het vonnis. Om die rechten te garanderen en vast te leggen in wet. Dus dat heeft wel alle aandacht. En dat is gisteren besloten. Het parlement is nu aan beurt omdat de wet reeds is ingediend. Om te kijken of er de nodige veranderingen moeten plaatsvinden. Dus dat loopt denk ik op dit moment. Is weer opgepakt gisteren. Ten aanzien van de kwestie van meneer
Marinus. Ik ben niet op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ik word morgen gebriefd ten aanzien van de ontwikkelingen. Wat we weten is dat er contact is met de Braziliaanse autoriteiten. Ik heb zelf 2 keer gesproken met mijn collega van Buitenlandse Zaken. Zij zijn op de hoogte van het feit dat meneer Bordeaux wordt gezocht. En vandaar die 2018 red alert op Interpol voor vanwege een vonnis in Frankrijk van 8 jaar. En nu wordt dus goed bekeken van wat het beste is te doen. Ik wil niet te veel uitweiden, want dit is niet het terrein waar ik voor de Braziliaanse autoriteiten kan zeggen wat zij zouden moeten doen. Meneer Bordeaux is op dit moment opgesloten. Dat is bevestigd. Hij heeft juristen in dienst of die voor hem pleiten. Wat hij eist, weet ik nog niet. Maar er zijn de facto 2 mogelijkheden. Dat hij wordt uitgezet naar Frankrijk om zijn strafjes uit te zitten. En dan of wordt uitgezet naar Suriname. Omdat wij ook een opsporingsbevel hebben. Tussen Frankrijk en Suriname bestaat er geen uitleveringsverdrag. Tussen Frankrijk en Brazilië wel, begreep ik. Tussen Suriname en Brazilië is er wel een soort van een uitleveringsverdrag dat in werking gesteld kan worden. Ik wil het daarbij houden, omdat de zaak nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de procureur-generaal is. En zij is degene die als bevoegde autoriteit hierover uitspraken moet doen. Wij zijn ondersteunend in het diplomatieke, in de communicatie met de verschillende autoriteiten die hierbij betrokken zijn. Dat is de update die ik kan verschaffen. Ten aanzien van naamsverandering, dat moet ik dan even uitzoeken. U bedoelt, hij heeft zijn naam veranderd? Yes. Oké. Die briefing krijg ik nog. Goed. Zijn er nog vragen, heer Cairo? Ja, goedemorgen. Ik heb een paar vragen, minister. U sprak over uw kandidaatstelling voor de hoogste positie bij de OAS. 1. Zijn er andere kandidaten? 2. De militairen en politieagenten die naar Haiti gaan, hebben zij zich vrijwillig aangemeld of zijn ze vanuit de dienst gevraagd of aangewezen om te gaan? En u sprak ook over die tier 1 positionering van Suriname nu. In het kader daarvan wil ik deze vraag stellen. Er is een aantal Surinamers in België aangehouden en veroordeeld voor mensensmokkel. En ze hebben een brief gestuurd naar Bibas, de minister van Bibas, om ondersteuning te vragen. Ze hebben bepaalde informatie nodig voor hun juridische bijstand. En ik heb begrepen dat Bibas die informatie nog niet heeft gegeven. En dezelfde informatie is ook gevraagd aan Nederland. Die heeft al gereageerd. Dus het gaat erom dat de mensen informatie willen hebben dat de vermeende slachtoffers die vanuit Suriname via Nederland zijn vertrokken naar België, dat ze legaal uit Suriname zijn vertrokken op een legaal paspoort, legale visum. En ook Nederland legaal zijn binnengekomen. Die informatie hebben ze van Nederland kennelijk al. Maar alleen Suriname heeft die informatie nog niet gegeven. Na zoveel weken. Dus de vraag is, waarom is dat nog niet gebeurd? En als laatste vraag, u sprak over directieleden van departementen die in uw perceptie liever niet aan politiek doen. Hoor ik u zeggen dat er regels moeten komen om dit onmogelijk te maken. Ik wil als voorbeeld aanhalen dat het Bhutan moet zijn. Daar gaan de ministers 3 of 6 maanden voor een verkiezing allemaal met ontslag. En de regering, de departement, wordt gewoon gedraaid door ambtenaren. Wil u naar die situatie, als dat het is, waarom komt u niet met een voorstel? Dank u wel. Ja, dank u wel. Om met het laatste te beginnen. Kijk, elk land heeft zijn eigen politieke realiteit en politieke tradities. Ik denk
ik ga dus niet aangeven hoe ver we moeten gaan. Dat moet een consensusbesluit zijn. Maar als we kijken naar waar we als samenleving naartoe gaan in de komende 5 tot 10 jaar en daarop. En ik kan u één ding zeggen, en we beseffen het als samenleving nog niet voldoende misschien. Er gaat veel veranderen. Anders gaan we niet optimaal profiteren van datgene wat op ons afkomt. Er gaat veel moeten veranderen. En ik heb het eerder wel gezegd. We hebben te weinig capaciteit, dus we gaan capaciteit moeten binnenbrengen. Dat gaat een influx brengen van personen van verschillende nationaliteiten, in verschillende beroepscategorieën, die hier naartoe zullen moeten komen. Anders gaan we niet optimaal profiteren van de nieuwe economische potentie. We gaan onszelf beter moeten organiseren op een hoger niveau, met betere standaarden. Niet alleen voor wat betreft olie en gas. Ik maak me het minste zorgen over olie en gas. Want dat zijn technici die ingehuurd gaan worden, die weten het werk te doen. We hebben ook veel Surinamers die het kunnen doen, maar het is niet voldoende. Maar waar de buitenlandse maatschappijen niet voor gaan zorgen, is hoe wij onszelf organiseren. En dat betekent dus op het stuk van gezondheidszorg, op het stuk van dienstverlening, op het stuk van IT, op het stuk van onderwijs, op het stuk van voedselvoorziening, op het stuk van certificering, kwaliteitsverbetering, op het stuk van hospitality, dienstverlening in de horecasector, op het stuk van real estate, vastgoed. Er gaat een enorme druk op die samenleving zijn om dit soort dingen, en dit is maar een deel, om dit soort dingen goed te regelen. En we hebben weinig tijd ervoor. Dus wanneer ik praat over onszelf voorbereiden op een andere tijd, dan bedoel ik dat echt serieus. En het is niet makkelijk, omdat we een kleine samenleving zijn. We zijn happy met wat we hebben, voor een groot aantal mensen. Maar dat is niet voldoende. De eisen gaan veel hoger zijn als we willen profiteren. Anders gaan we niet optimaal kunnen ontwikkelen wat we als potentie hebben. En dat is niet alleen voor olie en gas, ook voor de agrarische sector. Kunt u zich zo'n situatie voorstellen? Ik ga u 2 voorbeelden geven. Er komen 500, 600, 700, misschien 1000, 1500 mensen. En het gaat meer zijn dan dat. Voor de olie- en gasindustrie en alles wat daaraan gerelateerd is. Ze gaan naar restaurants gaan, toch? Ze gaan eten. De prijzen gaan omhoog gaan. Het aanbod gaat toenemen. Gaan Surinamers het kunnen veroorloven? Gaan er plaatsen zijn waar Surinamers ook aan kunnen komen? Huisvesting. Er is een lokale huizenmarkt, toch? Voor huur en voor koop. Die druk gaat enorm komen. Als we niet ervoor zorgen dat er voldoende hotels zijn waar deze mensen kunnen blijven, of voldoende appartementen. Maar op een gegeven moment gaat dat ook toenemen, want de concurrentie neemt toe. En dan gaan uiteraard de mensen die in bezit zijn van real estate, gaan natuurlijk verhuren voor degene die het hoogste biedt. Gaan Surinamers het kunnen betalen? Dit zijn dingen waarover we moeten nadenken. Voedselvoorziening. Er zijn bedrijven die per maand 250.000 eieren nodig hebben voor hun personeel om 2 keer per dag te koken. Als we het niet kunnen leveren, of als we het wel kunnen leveren en alles gaat naar de buitenlandse maatschappijen die meer gaan betalen daarvoor, wat blijft er over voor de Surinaamse markt? Gaan we dezelfde prijs betalen of gaat er een schaarste zijn? Het zijn dit soort dingen waarover we moeten praten en onze energie in moeten steken. Is van welke samenleving gaan we hebben zo meteen? Welke discipline gaan we moeten hebben om mee te kunnen doen? Het is niet onmogelijk, want het zal tot veel meer inkomen leiden, sowieso. Maar sommige dingen ga je snel moeten aanpakken. En dit zijn de zaken waarover we serieus moeten praten. De organisatie van onze samenleving, wat voor soort samenleving gaan we hebben, hoe gaan we erop voorbereiden in al deze sectoren. En ja, het is een taak van de regering om dat te doen, maar het is niet alleen de taak van de regering. Het is van elk van ons. Het is
De veiligheidsissue bijvoorbeeld is ook zo'n aspect. Hoe zorgen we ervoor dat wij een veilige samenleving hebben? Een moderne samenleving opbouwen neemt veel energie en tijd in beslag, maar ook besluitvaardigheid. We gaan besluitvaardiger moeten zijn. En niet iedereen gaat happy zijn daarmee, maar we gaan het wel moeten doen. Dus we gaan een heel sterk overheidsapparaat moeten hebben. En daar ga je bepaalde kwaliteiten aan moeten verbinden. Dus ten aanzien van uw vraag, ik zou graag zien dat we een sterk departementale leiding hebben en personen die daarin werken en die goed betaald worden en kwaliteit werk afleveren. Ze moeten zich niet met de politiek bezighouden. Ze moeten zich bezighouden met beleid. De beleidskeuzes openen de deur naar de politiek. Maar dat zijn beleidskeuzes die je aanbiedt. En dat is iets wat we wel moeten hebben. Een goede planningproces, een goede budgetdiscipline is vereist voor een moderne samenleving. Dat gaan we ook moeten doen. En als er dan regels moeten komen vanuit de politiek om dat te verbieden, dan moet het maar gebeuren. Het is geen keuze meer. Als we serieus zijn met de toekomst van het land. Dus wat mij betreft zou er inderdaad regelgeving moeten komen op dat stuk. En het is niet erg, het is voorheen ook altijd zo geweest. Dus ja, dit soort dingen. Uw andere vraag, Tier 1 Suriname in België. Ik ben niet op de hoogte van het feit dat België ons gevraagd heeft naar specifieke informatie. Ja. Ja, maar dat is een juridische kwestie, dat vrij moeilijk is om aan te geven. Want wij weten, en ik heb ervoor gewaarschuwd, verschillende malen, dat mensen op reis gaan en dan iets beloofd worden, dat ze daar verblijf zullen hebben. Een visum geeft je alleen maar recht voor 90 dagen of 30 dagen verblijf in een land. Je kunt daar verder geen claims op leggen van vestiging. En als mensen je dat beloven, moet je daarin niet trappen. Wij kunnen op dit moment die informatie niet verschaffen, omdat we die documentatie niet hebben van die mensen. Dus die brief ken ik wel, maar dat is van de particulier gekomen. Niet van de staat België. Ja, ja. Nee, daar zijn we nog over in overleg, maar er zijn wat juridische angels daar. Ten aanzien van een peloton naar Haiti, ik ben niet op de hoogte hoe de selectie bij het ministerie van Defensie plaatsvindt. Voorheen was het zo dat je eerst vraagt van wie heeft belangstelling. Kijk, ze moeten ook allemaal voldoen aan bepaalde kwaliteiten. Hè? Taal is een belangrijke issue. Over het algemeen praten we weinig Frans hier. We zeggen heel wat in Frans, maar we praten weinig in Frans. Dat moet ik u onthouden. Maar over het algemeen is dat ze eerst worden gevraagd wie heeft belangstelling. En ze moeten passen in het profiel. En ze worden getraind. Ten aanzien van de OAS, er is een nieuwe kandidaat. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken van Paraguay. Mijn collega Lescano Ramirez. En in een democratisch traject als een verkiezing is dat een normale zaak. Ik wens hem het beste. Het is wel een issue geweest in Paraguay dat hij gebruik heeft gemaakt van, of zijn president gebruik heeft gemaakt van, het hosten van zo'n conferentie om de kandidatuur bekend te maken. Vele landen hebben daar moeite mee. Het is niet de beste keus geweest. We hebben dat voorzien en we hebben duidelijk gezegd dat doen we niet. Maar dat is de enige kandidaat die op dit moment bekend is. Mogelijk dat er andere kandidaten bij komen. Voor ons is dat niet het belangrijkste. Voor ons is belangrijk dat het proces transparant is. Wij hebben geen moeite met concurrentie. En een volwassen en stevige competitie kan alleen maar leiden tot een beter besluit en een steviger besluit. Goed, dan gaan we het hierbij laten. Iedereen heeft de gelegenheid gehad. U heeft nog een baksiesvraag? Ja, graag. De komende andere ministers nog aanschuiven? Dus ik heb niemand gezien. U heeft het antwoord al zelf. Oké, dan ga ik dus daarom die vraag aan u stellen. Aangezien u vaak met de clusters betrokken bent, hè, als de ledenvoorzitter, zou u aan de minister van Sociale Zaken kunnen vragen of ze een keertje tijd wil maken om zijn vragen te beantwoorden?
En zo zou u wat druk kunnen leggen om die vanaf 2014 is die wet opvanginstellingen aangenomen. Nog steeds geen controledienst benoemd, 10 jaar na dato en nog steeds geen raad van toezicht. In hoeverre kunt u dat daar druk op uitoefenen dat het gebeurt en dat we graag met haar willen praten om zaken die rechtstreeks met haar departement te maken hebben kunnen stellen. U heeft net ook aangegeven bij mijn collega Ivan dat u zegt, onze politieke zijn tradities. Vroeger kon je als vrouw niet stemmen, was je handelsonbekwaam. Tradities kun je doorbreken en misschien wordt het tijd dat wij sommige tradities gaan doorbreken. Dank u wel. Ja, het laatste is natuurlijk een standpunt die ik ook onderschrijf. Dus dat is geen vraag. Ten aanzien van de andere twee zaken, ik neem ze sowieso mee. Ten aanzien van de laatste kwestie omtrent het vervolg op de aangenomen wetten. Ik heb dat onder haar aandacht gebracht en nadrukkelijk gevraagd om aan de uitvoering te werken. Ze had dat ook toegezegd. Maar ik zal zeker vragen of ze een delegatie van de media kan ontvangen, omdat jullie staan te popelen voor vragen beantwoord te krijgen. Nog een bakjes. Vergeet het erbij te doen bij mijn vraag daarnet. In verband met mensenhandel. Maar dat noem je bakjes toch? Mensen smokkel. Eigenlijk is het al een paar jaren dat grote groepen buitenlanders naar Suriname komen. En de laatste tijd, niet de laatste tijd, al zeker 2-3 jaar, zien we ook veel Indiërs binnenkomen. En een deel gaat legaal terug en een deel niet. Heeft uw ministerie inzicht waar het deel dat niet legaal vertrekt naartoe gaat? Laatst hebben we gezien dat de aantal in Guyana is aangehouden en teruggestuurd. Heeft uw ministerie inzicht wat er daarop dat stuk gebeurt? Dank u wel. Ja, we hebben de cijfers van wie binnenkomen en wie weggaan over een bepaalde periode. Zo weten we wat netto achterblijft en waar ze. We weten niet altijd waar ze zijn. En het heeft te maken met twee aspecten. Eén, wanneer ze komen voor werk, dan zijn ze verplicht natuurlijk zich te melden bij het ministerie van Arbeid voor een werkvergunning. Dat is ook een check die we uitvoeren, hoeveel zich hebben aangemeld voor een werkvergunning. Er is een discrepantie, zonder twijfel. Het is niet alleen Indiërs overigens. Het zijn verschillende categorieën. Het is ook Colombianen, Cubanen, een heleboel. Niet al te veel. En de discrepantie is niet erg groot, is in tientallen. Voorheen, en daarom hebben we het ingevoerd, die visumplicht wederom. Omdat voorheen het inderdaad in. We zagen een toename van duizenden personen die hier naartoe kwamen. Maar ook het grootste deel ging weg. Maar dan had je honderden die achterbleven en waarvan u wist waar ze waren. Maar dat is nu ingedampt. Dus het is wel beter onder controle. We gaan, als het goed is, in midden juli een gesprek hebben met alle diensten die hierover gaan om de reguliere evaluatie te plegen. Want we moeten kijken of sommige landen niet enigszins meer weer versoepeld moeten worden. Maar wel met regelgeving met betrekking tot het checken van de documenten nog steeds. Ja? Ik wil je allemaal bedanken. En ook de luisteraars en kijkers thuis. Dank u wel.